Deze nieuwstaatszending is een update van maandag 16 maart 2020 aangaande het coronavirus. Ik heb er al eentje gemaakt en die was van 15 maart. Was gisteren. En vandaag ben ik naar mijn werk gegaan. Ik werk in de gezondheidszorg. Niet als uh, hoofdgeneeskundige dienst <laughs> of directeur. Nee. <laughs> nee ik ben schoonmaker. Ik behoor tot de arbeidsgroep die voorlopig geen beroepsverbod krijgt. Daarvoor is ons werk het resultaat van ons werk te noodzakelijk en dat vind ik ook om je iets te vertellen waar ik werk. Ik zal geen namen noemen en zo. Ja, ik werk voor een uh, een grote onderneming en die heeft hier in Arnhem een locatie onder beheer die is van hun en daar zitten mensen met uh, geestelijk met een geestelijke handicap. Ja, er zitten ook lichamelijk gehandicapten. Die zitten er ook. Maar waar ik zit, dat is alleen geestelijk gehandicapt. Ik zit op een locatie met iets van tien, elf. Ik zou het eigenlijk precies moeten weten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, 12 of 13 mensen. En die worden intensief begeleid. IB, dat is een bepaalde klassificatie die je kan krijgen. En er zitten mensen bij die. Die hebben dat echt nodig. Die zijn soms zo verdwaasd dat ze daadwerkelijk 24 uur per dag één op één begeleiding krijgen. Ik weet niet hoe ze dat s'nachts doen. Maar in elk geval overdag, als ik er dan in rond loop met mijn uh, waskar of moppenkar, hoe heet zo'n ding. Dan worden die mensen één op één begeleid. Niet alle locaties zijn zo zwaar als degene waar ik zit. En ik werk in een team onder een directe manager. Heel aardige kerel. Dat is een interim manager. Want de schoonmaakdienst voor de locaties die is gereorganiseerd. Door hem. Hij moest een plan uitvoeren en dat heeft hij gedaan. Aardige vent. En met mijn collega's, dan praten we zo over uh, wie waar zit. En dan vragen ze dat ook aan mij. En... en ze weten dat dan ook dat ik dan daar zit. En dan zeggen ze: Oh, dat is wel uh, heavy. En daar voel ik mij wel, uh, daar ben ik eigenlijk wel trots op. Ik ben ook trots op het feit dat ik op die heavy locatie ben gezet door die interim manager. Dat hij dacht: van nou, ah, Perry, die kan dat wel aan. En ik kan dat aan. En daar ben ik trots op. Ik heb daar uh, wel vijf, zes, zeven, acht, negen keer een compliment gekregen in de afgelopen. Twee maanden. Nog niet eens. Krappe twee maanden dat ik daar zit. Het is ook aanpoten. Dat. Er zijn dagen dat ik daar binnenkom en dan hangt er een hele zware lucht van ontlasting. En dan ben ik daar anderhalf uur bezig en dan zeggen begeleiders die dan door een gang lopen, die zeggen tegen mij: Oh, wat raakt het hier lekker fris? En dan ben ik zo... Ja, gewoon groot ben ik gewoon trots. Dan zeg ik dankjewel. En ik gebruik geen... Uh, hoe noem je dat? Parfum of zo. Die heb je. Op de, ik heb ook in mijn schoonmaakarsenaal... Ik heb ze vandaag weggegooid. Dat zijn van die geurverspreidertjes. Uh, boslucht en zeelucht of whatever. Heb ik weggegooid. Dat vind ik onzin. Ik heb schoonmaakmiddel en het is niet eens bijzonder geparfumeerd. geparfumeerd. En dat het fris ruikt komt omdat ik het heel schoon maak. En dan gaat het fris ruiken en raampjes open en je kent het wel. In elk geval, als ik daar op maandag kom, dan heb ik dat twee dagen lang niet schoongemaakt. En dat merk je. En als ik dan op vrijdag kom, dan heb ik daar dus vier dagen schoongemaakt. En dat merk je dan ook, want dan is het schoon. En op vrijdag doe ik drie uur en boah, zo. trek ik makkelijk. En laat ik een heel schone locatie achter. Maar je gaat weg en dan, ja hoor, ongelukjes hier en daar en zus en zo. Dat hoort erbij, dat is niet erg. Het is, een, het is een toonbeeld van cultuur dat een samenleving deze bevolkingsgroep, en in de volksmond zouden ze genoemd worden knettergekken, dat je die niet buiten, ja, je sluit ze wel buiten in die zin dat ze zitten op een aparte locatie. Want die mensen kunnen echt niet in de samenleving, echt niet. Het gaat niet. Maar je zou zo ook uh, ja, je zou er ook onmenselijke dingen mee kunnen doen en dat gebeurt niet. Deze mensen hebben allemaal een eigen kamer, een eigen bed. Sommigen hebben zelfs een eigen toilet. En ze hebben ontbijt en ze krijgen lunch en ze krijgen avondeten en er is vermaak en ze worden bezig gehouden. En ik kom en ik maak alle toiletten schoon. Vijftien toiletten elke dag. Ook twee personeelstoiletten. Dus misschien toch dertien bewoners. En dat is nodig ook dat ik ze schoon maak. Kijk, en je zorgt als samenleving voor die groep ook. Ze hebben economisch geen enkel nut. Het enige nut wat ze voor de samenleving kunnen betekenen is dat de samenleving kan bewijzen aan zichzelf dat ze cultureel is. Dat ze menselijk is. En dat zorgen voor een ander eerder komt en belangrijker is dan dat een ander. Een bijdrage levert en daar een vergoeding voor krijgt. Wat ik bijvoorbeeld doe. Ik krijg geld. voor het werk dat ik doe. En van het geld kan ik leven. En ik kan werken, dus ja, waarom niet? Ik kan ook een uitkering gaan trekken, by the way. Ik, ik ben al bij de gemeente langs geweest, een tijdje terug. om eens te vragen hoe het dan zit en zo. En wat ik nu verdien is niet aanmerkelijk meer, dan heb je het over tientjes, in de maand. Maar voor mij is het geen keuze. Het is duidelijk, ik kan werken en dan zal ik het ook doen ook. Dat is mijn moraal. Is dat nou? En het is leuk werk. Je moet wel vieze dingen opruimen, maar het is geen vies werk. Je hebt handschoentjes aan. En je werkt met goede schoonmaakmiddelen, professioneel spul. En je doet de raampjes open, dus dan moet je niet zeuren. En ik heb bedrijfskleding, dus die doe je in de was en dan heb je weer schone kleren de volgende dag. Dus het is geen vies werk. En de mensen zijn dan, uh, wat ik zei in de volksmond, zou je zeggen, knettergek. Uh. Maar er zitten ook hele leuke momenten tussen met die mensen. Ze zijn heel wisselend van bui, van humeur. En dat houdt in dat ze ook hele leuke, goede momenten hebben. En dat doen ze verschrikkelijk aardig. Het zijn mensen. Het zijn geen dieren. Nou, en daar hebben we dus ook dat corona-gedoe. Vanmorgen hadden wij schoonmaakoverleg. Dat hebben we elke twee weken. En het team dat bestaat uit een mannetje of zestien. Het merendeel zijn vrouwen. En vanmorgen waren er drie mannen. Ik denk dat. Zelfs nou, ze nou allemaal. Nee, er is er nog één die werkt, maar die is ziek. En er is er nog één, dat is ook een man. Een, maar die zit part-time, die is aan het reintegreren of zo. En de rest zijn vrouwen. En die doen werk hoor. Dat is uh, als je. Het wil hebben over een succesnummer van feminisme of zo. Dan moet je daar gaan kijken. Naar die vrouwen. Die zijn categorie niet lullen, maar poetsen. Die, die kennen mijn locatie. Die hebben die locatie ook gedaan. Die weten hoe het is. Maar zij kunnen dat ook. En ik ook. Nou, dan waren we daar vanmorgen op die vergadering en die manager van ons, die zit normaal gesproken aan het hoofd van de tafel en hebben een lange tafel en zit iedereen aan die lange tafel. Ja nu dus niet hè? Allemaal uh, anderhalve meter van elkaar verwijderd. <laughs> oh 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 oh. Maar. Ja. Ach, wat moet je er nou voor zeggen? Wat een toestand. In elk geval wat ze daar besloten hebben, en dat is niet zo'n bijster leuk idee, vind ik. En ook absoluut stupide. En dat is het volgende: die mensen. Dat geldt niet alleen voor mijn locatie, maar dat geldt voor al die andere woonlocaties ook. De mensen die daar wonen, die kunnen niks. Maar dat kan niet. Je kan niet iemand de hele dag niks laten doen. Ja, sommigen moeten wel, maar dat is dan heel extreem. Maar iedereen die wat kan doen, die wordt in principe... gaat die naar een dagbesteding. En dat heet dan het werk. En misschien doen ze, ja, ze doen ook wel bepaalde dingen, moet ik zeggen. Ik weet niet of dat geld oplevert, maar het is nuttig wat ze doen. En dan moeten ze werken. En dat mag niet meer. Nou moet je weten, je hebt het over een locatie van 1 bij 1 kilometer maximaal. Denk ik wel wat kleiner. Er zit een hek omheen. Er is één opening. En vroeger zat daar de portier, maar die is wegbezuinigd. Ook een hele domme maatregel. Want laatst is er iemand van het terrein afgewandeld met een verdwaarste blik. En niemand had het in de gaten. Dat is een rel, jongen. Maar vroeger had het niet kunnen gebeuren, want er zat er een portier. Ja... Ja, wegbezuinigd. Moderne tijden. Nou, dat moet dan maar. Anyway, die mensen die daar wonen, die wonen daar ik weet niet hoe lang. Die komen dat terrein niet af. Of ze moeten een keer naar het ziekenhuis. Dat kan natuurlijk ook. Maar in principe komen ze dat terrein niet af. En de mensen die daar werken, zoals ik, ja, wij komen dat terrein op en we gaan het terrein weer af. Ja, iemand zoals ik die kan je de toegang niet verbieden, want dan wordt er niet schoongemaakt. Dus ik moet zonder meer komen en mijn collega's ook. En onze baas die zei ook vanmorgen: van ja, wij zijn even lopen rekenen bij het management. En we hebben uitgerekend dat als er drie van jullie zich ziek gaan melden, dat er dan een probleem is. Een probleem zo groot... dat hij niet zo 1, 2, 3 wist... wat dan de oplossing zou moeten zijn. Want oh, 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 oh... wat is het moeilijk geworden. Dus aan de ene kant zei onze baas... van als jij verhoging hebt... dan moet je mij bellen... op mijn persoonlijke mobiele nummer... dat heeft iedereen... En dan bel je mij s morgens vroeg. En vervolgens kom je niet op het werk. Dat is wel de afspraak. Heb je verhoging, dan kom je niet. Heb je 38,1, dan kom je niet. Heb je 38,0, dan kom je niet. 38 graden Celsius. Maar als drie mensen dat gaan doen. No way. Nou, voor de rest is er afgesproken dat uh, mensen van het onderhoud, voor zover dat niet echt strikt ongelooflijk noodzakelijk is. Bijvoorbeeld als er uh, een waterleiding is gesprongen of zo. Maar andere dingetjes. Er wordt wel eens een deur gemold. En er vliegt wel eens een lamp door de kamer heen. En dan komt er dus iemand langs om dat te repareren. Er wordt een stopcontact gemold of een lichtschakelaar of een toiletbril of uh, zeg maar. Nou, die mensen die dus voor het onderhoud gevraagd worden, die mogen alleen nog maar de locaties binnen. Als er sprake is van een direct, echt heftig probleem. En anders niet. Dus. Op een van die toiletten waar ik schoonmaak, daar doet het licht het niet. Dat is nu een heel erg groot probleem, maar het is niet goed. En ik heb liever wel dat het licht het doet, want dan kan ik zien of het echt goed schoon is. En zo in die halve schemer zo kan ik het ook wel doen. Nou, ik zag dus vanmorgen dat dat licht niet gerepareerd was. En dat betekent dat dat licht in dat toilet. dat wordt de komende drie weken dus niet gerepareerd. Dat is minder. Maar niet het grootste probleem. Nee, een groot probleem is dat die dagbesteding afgeschaft is. voor drie weken. Dus vandaag was ik daar. en was iedereen dus thuisgebleven. Terwijl normaal gesproken, als ik daar kom, dan zijn ze nog niet allemaal weg, maar ze staan ze allemaal op het punt om weg te gaan. En dat is prima, want dan is de meute de deur uit en een enkeling blijft dan. Nou, dat is verder geen probleem. En dan kan ik lekker schoonmaken. Nou, nu dus niet. Nou ging dat op zich goed hoor. Dan moet je met de begeleiding overleggen. Dat je zegt: nee, Nou, dat is een zo en zo. En dan moet ik die kamer gaan doen. En, <kwijden> en kan jij het even in de gaten houden wanneer dat kan. En die mensen daar, die werden onrustig in de loop van de dag. Schreeuwen. En het zijn toch al niet van die ontspannen, relaxte personen. Dat kan je je wel voorstellen. Dat is niet ten nadele van die mensen. Die mensen zijn zo. Daarom zitten ze daar. En dan mag jij gaan fantaseren wat ze nou mankeren. En van sommigen die daar zitten, daar is nooit een diagnose van gesteld kunnen worden. Want ze laten zich niet onderzoeken. Dus. Ja, ligt het aan een, een dopaminegehalte in de hersenen of wat dan ook? Ja, daar kan je over lopen dagdromen. Maar een onderzoek, dat staan die mensen niet toe. En er zitten er bij, en die zijn zo sterk als een paard. Ja, hoe wil je die dan gaan dwingen tot onderzoek? Met drie man overmeesteren en dan vastbinden met leren riemen? Dat doen we niet meer. Dus die mensen worden niet onderzocht, dus ze weten niet wat ze mankeren. Ze weten alleen maar dat ze moeilijk te verstaan gedrag hebben. En dan was ik op de kamer van een van die mannen, allemaal mannen daar. Bij een van die mannen was ik op zijn kamer bezig. En ik liep eraf om iets te gaan pakken van mijn schoonmaakkar. En net op dat moment wilde hij zijn kamer op. En hij keek mij aan. En hij begon te schreeuwen. En hij liep de gang verder in. En, en tetterde, tetterde, tet man. Nou, als je bangelijk van aard bent, moet je dan niet gaan werken als schoonmaker. Ik trok me er niet veel van aan. En toen kwam een van die begeleiders, die kwam erbij, en die zei met hem: wat is er aan ja de hand? Wat, 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 wat. wat? wat? En hij kan bijna niet praten. En ik vroeg aan haar: is die kamer daar? Want ja, normaal gesproken zijn die mensen allemaal naar de dagbesteding. Het is voor nu voor het eerst dat ik ze allemaal bij elkaar zie. Zit hij op die kamer daar rechts achter? Toen dus zei ze ja. Ik zei: Oh, ik zei, nou, dan is denk ik het probleem dat hij naar zijn kamer wilde. En ik stond dus in die kamer en kwam er net uit. Ja, en dan gaat zo iemand helemaal uit zijn plaat. Ja, nou zal dat de komende weken, denk ik, voor die persoon wel uh, uh, minder worden, die schrik. Want hij heeft nu mijn gezicht gezien. En uh, ja, morgen sta ik er weer en dan heb ik weer een spijkerboek aan met dezelfde schoenen en hetzelfde shirt en dezelfde bril. En Hij zal dan wel denken: oh, dat is diezelfde man. Dus dan zal die niemand zo schrikken. Maar aan de andere kant, wat gaat daar gebeuren drie weken lang? Als ze drie weken lang die woning niet uit kunnen. Wat moeten ze doen? Ze zijn de dagbesteding kwijt, want daar mogen ze niet meer naartoe. En waarom niet? Denk daar eens over na. Ja, het is een terrein van een paar honderd meter breed en een paar honderd meter diep. En dan mogen ze niet naar de dagbesteding om wat te beperken. Ik volg dat niet. Ik snap dat niet. Punt 1: niemand heeft daar corona. Tot nu toe. Dus ik zou dat echt niet weten. En er is al gezegd dat als daar corona geconstateerd wordt bij een van de bewoners of een van de medewerkers dan wordt per onmiddellijk het hele terrein afgezet en mag niemand er meer vanaf. Dat was voor een collega van mij echt een schrikbeeld. En die zei tegen mij, nou als, als ik dat hoor, hè, dat ze ergens staat te poetsen... en dat ze dan zou horen, van er is corona geconstateerd... en de politie is bezig om de, de hoofdingang, de enige ingang, de enige uitgang af te zetten. Nou, ze ze, als ik dat hoor, laat ik alles vallen... Dan pak ik mijn jas en dan ren ik naar het eerste hek waar ik maar kan vinden en dan klim ik er overheen. Nou, ik ga dat niet doen. Als dat gebeurt, dan maak ik af waarmee ik bezig ben en dan kijk ik wel. En mag ik niet van het terrein af? Nou, dan ga ik niet van het terrein af. Klaar. Die quarantaine die gaat dan twee weken duren. Nou, ik ben benieuwd hoe ze dat gaan oplossen. Maar het annuleren van die dagbesteding, dat is voor ons een, dat is moeilijk. En het werk dat iedereen doet, het is al moeilijk. En op deze manier wordt het onnodig moeilijker gemaakt. Dat vind ik. En daarbij genomen, we hebben nu in Nederland twintig doden door corona. Waaronder, dat zijn allemaal mensen van 59, dat is de jongste, tot en met 94, dat is de oudste. Dus het zijn allemaal bejaarde, oude mensen. Het is de leeftijdsgroep waarin wel vaker iemand overlijdt. Met andere woorden, tussen die twintig doden zitten er ook mensen die aan het doodgaan waren. En vlak voordat ze doodgingen, liepen ze ook nog corona op. En dan kan jij blijven volhouden dat ze aan corona zijn overleden. Een ander kan zeggen: van nee, ze waren al aan het overlijden, heel langzaam. En vlak voordat ze zouden gaan sterven, kregen ze ook nog corona. Of ze kregen die symptomen. En met die magische toets, waarmee ze vaststellen of je het hebt of niet. Niemand weet hoe dat ding werkt, die toets. Wat doen ze dan? Als ze met een elektronenmicroscoop in je darmen kijken? Nee, wat ze dan doen is waarschijnlijk dat ze. ze nemen een beetje bloed van je af. En dan gaan ze bij dat bloed gaan ze allemaal hocus-pocus-chemicaliën gooien. En dan stoppen ze het in een apparaatje en dan komt er een metertje uit. En dan zat zo'n digitaal afleesdingetje en dan zat er 0,763. En dan heb je het niet. En dan staat er 0,91 en dan heb je het wel. Ja, leer mij die allopaten kennen. Allopaten, dat is de verzamelnaam van onze medische wetenschap. Om even in het kort te zeggen: je hebt de wetenschap die tot doel heeft om. Zoals Aristoteles dat zou zeggen, Aristoteles is dus een oude filosoof uit Griekenland. Die zou zeggen: De taak van de medische wetenschap is, en die, die heeft dat ook gezegd, dat is om de wil tot ziek zijn in de patiënt op te heffen. Dus iemand die ziek is, die heeft een wil tot ziek zijn. En dan moet je nu niet gaan kreten van, ah, wat een belachelijke vent. Nee, dat begrip wil. Dat moet je iets ruimer zien. Nou, er zijn heel veel manieren om die neiging van het lichaam om ziek te zijn op te heffen. Eén daarvan is farmacie. En dat komt uit het Grieks. Pharmakoia of zo. En dat betekent hekserij. <laughs> ja, kan er ook niks aan doen hoor, maar dat is nu een keer zo. Farmacie komt van het woord hekserij. En er zijn veel meer manieren om iemand af te helpen van een ziekte. Zo is er een verhaal van iemand en die woonde in Den Haag... En die had hele vervelende klachten en die kwam er niet vooruit. En maar sukkelen met zijn gezondheid en hij voelde zich helemaal niet lekker. En hij was er bij 43.000 doktoren en 70.000 ziekenhuizen geweest hier in Nederland. En dat had allemaal niet geholpen. En toen wende hij zich tot een... Hoe heet dat zo'n vent nou? Het is een bepaalde alternatieve... Dat heet dan alternatieve... Iatrosoof. En die zat in Duitsland. En hij belt die Iatrosoof op. En hij zegt tegen hem: van, Nou, en ik voel me helemaal niet goed. En, 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 en niks helpt. Nou, zei die man: Dan kom maar naar me toe. Dan kan ik wel wat voor je doen. Maar, zei die Iatrosoof. Gezien jouw klachten. Uh, heb ik daar wel een voorwaarde bij? Oh, zei die man: Die was ten einde raten. Hij zei, het maakt me niet uit, zeg maar wat de voorwaarde is. Nou, zei hij, je woont in Den Haag? Ja, zei hij, nou, zei hij ik woon in Duitsland. En dan kijk ik even op de kaart en dan denk ik van, nou oké, okay. kom maar te voet. En die man dacht van, kijk maar nou. Maar die dacht van, nou ja, voor de rest helpt toch niks. Dus, en de allopathie helpt het toch niet, hielp toch niet. En hij loopt naar die Duitse dokter en toen kwam hij eraan en die man zei, oh, ben je daar, je uh, zint haar Willemse? En hij zei, ja, ik ben Willemse. Nou, zei die Duitse dokter, nou, guten taak." En hij zei uh, tegen die patiënt, van, nou, uh, leuk je gezien te hebben. Ik zou voorstellen, loop maar weer terug. Dat was de behandeling. Nou, die man is teruggelopen naar Den Haag. En zijn klachten waren voorbij. Kijk, dat is de medische wetenschap in het volledige perspectief. Het volledige spectrum, moet ik zeggen. is dus het spectrum van het helpen van een ander: dat is meer dan alleen maar farmacaa. Dat is meer dan hekserij. Met pilletjes en messen. En spuiten. En bestralingen. Maar goed, die allopathie. Die, uh, dat is in Nederland alleen de enige toegestane. vorm van medische wetenschap. En de rest, homeopathie, dat wordt nog gedoogd. De vraag is hoe lang. Want ze maken het uitoefenen van dat beroep steeds moeilijker. Maar het mag nog. En al die anderen die zijn weggezegd, weggezet als kwakzalvers. Anyway, die allopaten, die dan dus de alleenheerschappij hebben gekregen. Nou, hoe die werken, ik weet hoe ze werken. Een beetje goochelen met Meijers, Dat zijn van, die, van dat glaswerk waarin ze dingen gieten. En dan, dan zijn bunsen branden en dan maken ze het warm. En dan gaan ze kijken met een spectroscoop. En dan komen getalletjes uit en dan pakken ze een tabel. En als je getalletje boven de grenswaarde ligt, dan is het te veel. En als het onder de grenswaarde ligt, dan is het te weinig. En in het ene geval is te veel, dat is best goed. En in het andere geval is te veel, dat is uh, heel slecht. En vice versa. Dus. Die oudere mensen die overleden zijn aan het coronavirus, ja, hoeveel daarvan hadden daadwerkelijk dat coronavirus uit China, uit Wuhan? En hoeveel mensen hadden dat alleen maar omdat ze een positieve test hadden? Tja, hoe komen we daarachter? In het geval van prostaatkanker is een keer vastgesteld dat van de 100 mannen die die diagnose hadden gekregen, en dat ze dan overgingen tot het verwijderen van de prostaat. Dus amputatie is eigenlijk het enige wat hielp bij prostaatkanker. Nou, dat 75% van de mannen achteraf bezien geen amputatie. Nodig had gehad, want eigenlijk hadden ze die prostaatkanker niet in die mate zo erg dat er geamputeerd moest worden. En als je dan afvraagt ja, hoe kan je dat nou weten, nou geloof me nou maar even, dat kan je achteraf allemaal keurig met statistiek, kan je dat napuzzelen en dan zeggen van oh jee. Dus als je als man een diagnose krijgt van nou u heeft prostaatkanker. Als je dan zegt van nou dank u wel voor de info en je gaat vervolgens lekker op vakantie met je vrouw en je kinderen en je doet die andere leuke dingen waar je zin in had. En een paar jaar later vraagt iemand nog eens aan een, jou ja, hoe is het met die prostaatkanker dat je zegt van oh ja dat is waar ook. Uh, nou daar weet ik eigenlijk niks meer van. Ja ik heb nog steeds een beetje last van het nadruppelen bij het plassen. Maar ja alles wint. Ik ga tegenwoordig zittend plassen. En meer niet. Dus fout positief, en dat, en fout positief betekent dat de toets. die zegt dat je het hebt. maar je hebt het eigenlijk helemaal niet. Fout negatief is dat de toets zegt dat je het niet hebt. maar je hebt het wel. Dat is ook heel vervelend. En die toetsen worden dermate strak afgesteld. Dat er vrijwel geen foutnegatieven zijn. Dat is heel nobel, dat is heel moreel. Zodat je iemand niet <coughs> gerust stelt. Terwijl die, iemand, die persoon wel degelijk een probleem heeft. En dat wil je natuurlijk niet. Je wil iedereen die het heeft, die wil je aanmerken als een plusje. Ja. Maar als je dat aantal foutnegatieven naar nul terug gaat schroeven, dan krijg je automatisch een aantal foutpositieven erbij. Dat is nu een keer zo. Daar is niks aan te doen. Dus die twintig doden die we hebben gehad, daar zitten er een aantal bij, en die hadden daadwerkelijk corona. En die waren toch al bezig met te sterven. Die zijn misschien een dag eerder overleden, of een week eerder overleden. Dat is nog steeds erg, maar. En ze waren dan nu dan niet dood geweest, maar over een week wel. Die moeten er ook tussen gezeten hebben. En er zitten mensen tussen en die hebben een aantekening gekregen van die heeft corona. op basis van het feit dat die toets positief was. Maar die hadden het helemaal niet. Dat waren fout positieve. Dat moet je zeggen op basis van je gezonde boerenverstand. van die twintig coronadoden. Aan de andere kant worden in Nederland 80 mensen per dag gedood terwijl ze niks mankeren op verzoek van hun eigen moeder, terwijl ze nog in de buik zitten van hun moeder. En ja, dat zijn ook mensen. Maar die mensen zijn niet gewenst. Die zijn wel verwekt. Dus alles is begonnen, die mens is aanwezig. Heel beperkt aanwezig, maar die is aanwezig. Alles is daar al in de volle opbouw. Er worden er tachtig per dag gedood. Dus in de tijd dat het coronavirus bezig is, dat is dan ongeveer uh, twee weken nu of zo. Dat die twintig doden zijn geteld. Ja, in die tijd zijn er 1120 mensen gedood. Op verzoek van hun eigen moeder. Niet omdat er iets was, niet omdat er iemand ziek was of een probleem was of whatever. Nee, die vrouw die zei: Ik heb er geen zin in. En het is mijn buik, en in mijn buik bepaal ik wie er mag leven en niet. Want ik ben de baas in mijn buik. Dat is heel hard van die vrouwen. En je kan niet zeggen: van well, ja, die, die vrouwen die kunnen anders niet voor die kinderen zorgen en het is maar beter ook. Nou, als die vrouw niet voor een kind kan zorgen, namelijk, dan kan ze dat kind afstaan. En dan kan jij zeggen: Ja, maar dan moet ze al die tijd nog lopen met dat kind in haar buik. En nou, dat is er ook wel wat. En dan zeg ik doodleuk van ja: dat kind in haar buik dat is er niet zomaar gekomen. Dat is wel gekomen doordat die vrouw seks heeft gehad. En dat is niet in 100% van de gevallen omdat die vrouw verkracht is. Snap je? En dat zijn mensen die in de buik zitten van hun moeder en die hebben op dat moment dat ze gedood werden, hadden ze nog een heel leven voor zich. Met alles nog. Met leren lezen, leren rekenen, leren steppen, leren fietsen, leren zwemmen, van de trap afvallen, in bomen klimmen, met ballen gooien. Aardbeien jatten bij de groentestal op de markt. Met propjes gooien in de klas. Aan de haren trekken van leuke meisjes. Ja, en die hebben dat ook allemaal niet meer, hè? En wat is nou erg? Waar moet je nou als eerste wat aan gaan doen? De dagbesteding op die werkplek van mij uh, sluiten? Vanwege die 20 doden? Of is wat gaan doen met voorlichting aan mensen, jonge mensen op scholen. om wat te doen aan die 1120 doden. die in die twee weken zijn veroorzaakt door uh, belachelijke seksuele activiteiten. Waar je nog geslachtsziekte van kan krijgen ook. En dan is het aantal abortussen in Nederland nog bescheiden. Procentueel. Want wereldwijd vinden er per dag 125.000 abortussen plaats. Dat is een stad groter dan Arnhem. En wereldwijd staat het aantal coronadoden nu op duizend. Ja, wat is 5,5 duizend in een periode van een maand vergeleken met 125.000 per dag? Dat is, dat is best scheef. Nou ligt dat met dat abortusgebeuren heel gevoelig, want mensen zijn heel erg gesteld op de vrijheid van het uitoefenen van seksuele activiteiten. En dat daar nooit negatieve gevolgen aan mogen verbonden worden, zoals het moeten zorgen voor een kind. En dat het immoreel is om te zeggen dat die vrouwen zich te maar moeten steriliseren. Want het zou een keer zo kunnen zijn dat ze een seksuele activiteit hebben. En dat in dat in ene, in ene geval, in dat ene geval wil die vrouw het kind wel, wel. En als dat dan niet mag, of niet kan, omdat ze gesteriliseerd is. Dan is dat zielig voor die vrouw dat ze dan, toen ze wel een kind wilde, dat ze dan dat welgewilde kind niet kon krijgen. Dus moeten die andere negen kinderen maar dood. Nou, is negen een beetje veel. Ik laat even een pauze vallen. Dat ik het even op je in kan laten zinken. Dat je het hier hebt over dood. En dood is zo erg. Want niemand vindt het erg natuurlijk dat er mensen zijn. en die hebben een aantal dagen hele hoge koers. en kunnen niet werken. en liggen te snotteren. en hebben geen eetlust meer. en drinken dan bouillon en slappe thee. en dan een beetje gekookte rijst. en dan knappen ze weer op en dan staan ze weer op straat te lachen. Kijk, dat is helemaal niet erg. En wat erg is, dat ze eraan doodgaan. Maar als dat erg is, doodgaan. Ja, doodsoorzaak. Bijna doodsoorzaak nummer één is dat je sterft omdat je moeder jou niet wil. En doodgaan, sterven. is denk ik. Net zo erg voor iedereen. Of het nou een bejaarde is van 94 of een kind van twee maanden. Het is het einde van een mensenleven, wat heel mooi had kunnen zijn. Snap je? En daarbij genomen. helpt deze. serie maatregelen wel. Mijn stamkroeg, ik kom er niet meer. Ik ben van levenswijze veranderd. Dus ik ga niet meer naar de kroeg. Dat is niet erg. Ik ben genoeg naar de kroeg geweest. Die stamkroeg van mij die is nou dicht. Ja, en dan? Dan hebben die mensen van die kroeg, die, die ken ik persoonlijk natuurlijk, na al die jaren dat ik daar heb zitten suipen aan de bar. Maar waar moeten die van leven? Door allerlei dingen als het, het vast recht van de elektriciteit, en het vast recht van het gasverbruik, en het vast recht van het water, en het rioolrecht, en, en de huur, en de gemeentebelasting. En wat heb je nog meer? Ja, dat gaat gewoon door. Maar je hebt geen inkomen. En dit is dan zomaar een kroeg in Arnhem. En de horeca heeft het al zo moeilijk. Arnhem was vroeger een hele drukke stad als het ging om het uitgaansleven. Maar het is al een paar jaar niet meer. En dan ook dit nog. In een wijk als Klarendal in Arnhem hier. In een, alleen al in die wijk had je vroeger 22 kroegen. Er zijn er nu nog drie van over. En die zitten nu drie weken dicht. Nee, ik heb hele dubbele gevoelens bij dit hele gebeuren. Ten meer daar je er niet aan ontkomt dat je mensen zoals ik, en met mij dus heel veel anderen, die kan je het werken niet verbieden. Ja, dat betekent dat als ik uh, een drager ben, dan gaat de verspreiding dus lekker door. Het is namelijk besmettelijk. En dat vroeg ik mij dus ook af uh, vanmorgen bij die vergadering. Ik heb het niet gezegd. Maar er werd dus gezegd door onze manager: als je koorts hebt, dan moet je niet twijfelen, niet uh, dreutelen, niet treuzelen. Dan moet je onmiddellijk mij bellen. S morgens vroeg, voordat je naar je werk gaat. En dan zeg je dat je koorts hebt en dan blijf je lekker thuis. En ja, het probleem wat er dan is, dat is dan mijn probleem en niet jouw probleem. Dat is mooi. Maar het virus, zeggen ze, heeft een incubatietijd van 10 dagen. Dat betekent dat als je drager bent, dat je dan niet onmiddellijk ziek wordt. Dus als iemand onder ons van die ploeg over een paar dagen koorts krijgt. En corona heeft. Ja, dan heeft hij dus inmiddels al ik weet niet hoeveel mensen besmet. Nou, zal dat in ons geval van die schoonmakers misschien nog meevallen? Want wij werken met handschoentjes en, en met allemaal schoonmaakmiddelen. Ik heb vandaag heb ik, een heel groot deel van mijn tijd besteed aan het ontsmetten van deurklinken en wat daarbij hoort met ontsmettingsmiddel. Maar toch. En toen dacht ik dus eigenlijk, zou je iedereen daar nu moeten testen op corona. Of je nou ziek bent of niet. Want je kan in je incubatietijd zitten. Eigenlijk zou je moeten zeggen iedereen moet misschien wel dagelijks getest worden. Want je kan het net hebben opgelopen. En jij kan je natuurlijk ook gaan voorstellen dat als je dat afkondigt, dan, dan is het hek van de dam. Want dan moet je uiteindelijk bijna 20 miljoen mensen gaan testen op coronavirus. En hoe ga je dat dan doen? Los van het feit dat als je dat gaat doen. En gegeven het feit dat het aantal foutpositieven, het percentage. Dat weten we nu niet hoe hoog het is, maar. Het is een bepaald percentage stel dat het percentage fout positieve dat dat 1% is. Dus van de 100 mensen die het niet hebben, wordt er eentje aangemerkt als hebben corona. Ja, dan hebben wij dus, als we in één keer heel Nederland gaan testen, hebben we, als je zegt dat Nederland 20 miljoen inwoners heeft, voor het gemak, heb je opslag, heb je 200.000 coronagevallen erbij. 200.000. Maar dan zijn ook uh, van de Tweede Kamerleden, uh, daar dus, uh, dat zijn er 150, dan nou, heb je dus anderhalf Tweede Kamerlid uh, die het ook heeft. En al die ambtenaren, en al die staatssecretarissen, uh, dienaren die eronder zitten. Die ministeriële medewerkers, ambassadeurs. Dus aan de ene kant begrijp ik het wel dat je niet iedereen kan gaan testen op de aanwezigheid van het coronavirus. Maar aan de andere kant zou dat ook wel eens aan kunnen tonen dat die hele coronatoets niet klopt. En dan uh, dondert het hele kaartenhuis in elkaar. Nee, het is maar wat. En in de bus, dat vond ik wel heel dramatisch. In de bus was het vanmorgen hartstikke rustig. En je kon niet voorin in de bus stappen. Daar hing zo'n uh, rood wit gestreept lint. En op de bus reis terug. Uh, kon je niet op de voorste twee stoelen plaatsnemen. Want die zaten ook achter dat lint, want ze zaten vlakbij de buschauffeur en dat mocht niet. Dus de buschauffeur die zat uh, afgelind. En aan de binnenkant van de bus hadden ze. Uh, die linten dan in een kruis. Dat zag er allemaal heel erg uh, uit. Wie wordt er nou beschermd tegen wat? Wij worden beschermd tegen de coronavirus-dragende buschauffeur. Of de buschauffeur wordt beschermd tegen de coronavirus-dragende reizigers? Vervelend, vind ik dat. En je moet dan een afstand houden van twee meter. Ja, dat kan helemaal niet. Ja, bij die vergadering uh, dan wel. Maar dat was toen we gingen zitten. Maar toen die vergadering voorbij was, ja, en dan uh, drommelt iedereen zo'n beetje samen. En twee zeggen: van nou, we gaan nog even smoken. En ik zei dan: van nou, ik loop wel even mee, even kletsen. En, en dan sta je met z'n allen in het washok. En dan moeten er spullen gehaald worden, en iedereen moet dezelfde spullen hebben. En dan sta je toch tegen elkaar aan, uh, een beetje te graaien naar de, de microvezeldoekjes en de microvezel. Hoe heet dat? Uh, die moppen. Ja, we gaan dat niet zeggen, want uh, we blijven allemaal wachten. En dan gaat de eerste, die gaat uh, bij het, uh, het rek. De spullen pakken en als hij uitgeteld is en helemaal klaar is, dan loopt hij weg en dan maakt hij ruimte voor een ander. Nee. We pakken die dingen allemaal samen. Niet met 16 man tegelijkertijd, maar wel met een mannetje of drie, vier. En op het werk ja. De wet, ik kwam er binnen op die locatie en. Er was eens zo'n bewoner en die was een begeleider aan het knuffelen. Het enige wat die begeleider tegen die bewoner zei van hé, hey, een beetje voorzichtig knuffelen hè. Maar die zat iemand te knuffelen. Dat mag helemaal niet volgens de wet. Ja, ga dat maar eens duidelijk maken op zo'n groep. Nee, hoor, dat gaat helemaal niet. Ik was ook aan het werk en ik stond ergens te rommelen achter een aanrecht. En toen kwam er een begeleider aan en die stond een beetje onhandig te fratsen. En die zei tegen mij: Mag ik er even bij? Zeg ik, ja, ik doe een stapje opzij. Die stond vlak naast me. Ja, dat, dat kan toch ook niet anders? In die ene keuken is maar één aanrecht. En met maar één grootsteen. Nou, twee grootstenen, maar die zitten vlak naast elkaar. Dus ja, wat wil je nou? En dan ga je samen koffie drinken en... Ja, ik heb koffie gemaakt voor vijf mensen. Ja, ik heb al die koffiemokken beetgepakt met mijn handen. En daar uh, die senseo-dingen in gedaan. En uitgereikt aan iedereen. Ja, ik, ik ga toch niet die koffiemokken eerst afspuiten met ontsmettingsmiddel. Gadverdamme, nee. Dus die maatregelen komen op mij een beetje science fiction-achtig over. En hebben geen realiteit. Hebben geen werkelijkheid in de realiteit. In de dagelijksheid. En ik werd vandaag op mijn werk gebeld door iemand. Een en die was van een of ander kantoor, iets met mijn administratietoestanden. En... en ik zei tegen haar: Van goh, mag jij werken vandaag? En toen zei ze: Ja, uh, thuis werken mag ik. Ik zei: Oh, natuurlijk. En ja, administratief, en dan kan je ook via de computer kan je van alles. Hè? En zij zei tegen mij dat ze het maar een rare toestand vond. Met al die maatregelen. Ja, zei ze, wat heeft het nou voor nut om de helft van de werkende bevolking op te sluiten en de rest uh, laat je maar in de rond te lopen? Want ik mag naar mijn werk, dus moet ik naar mijn werk. Ik heb een arbeidscontract, ik kan niet zomaar thuis blijven. Maar de begeleiding ook. Ja, en die mensen mogen allemaal wel. Ja, ja. En de rest moet thuis zitten. Nee, ik ben, het... ik ben heel benieuwd hoe dit af gaat lopen. Ik ben ook benieuwd hoe het op mijn groep zal gaan. En of die bewoners dit wel aan kunnen. Of ja, ze kunnen het wel aan, ze zullen er niet aan overlijden of zo. Maar hoe dit zich gaat ontwikkelen. Misschien komen er ook wel positieve dingen uit. Misschien dat het ook voor die bewoners wel een keertje leuk is om niet vijf dagen per week naar het werk te moeten. Maar dat ze nu vijf dagen per week zich af moeten gaan vragen wat ze moeten gaan doen. Ik zei ook tegen een van die bewoners, heel aardige vent is dat. En die zat tegen mij een beetje, ja, beetje onthust. van ja, ik kan helemaal niet naar mijn werk. En, uh, ik zei: nee, je hebt lekker vrij. Ja, maar het dit is helemaal geen vakantie, het is vanwege een ziekte. En ik wist dus niet in welke mate ze die mensen hadden geïnformeerd. Ik wilde dat niet verstoren. Ik zei, ja, oh, ziekte, ja joh. Wat dan? Ja, zei hij, dat hoorde ik gisteren op het journaal, op de tv. Er is een ziekte hier in Nederland. En daarom kan ik niet naar mijn werk. Dus hij wist het wel. Oh, je weet het dus. De corona, ja, zei hij. Ik zei, ja en uh, zei nou dan moet je wat anders gaan doen de komende tijd ja zei hij maar wat dan ik zei nou heb je een hobby dan nee zei hij ik heb helemaal geen hobby's dat is het punt dat is best sneu voor zo iemand en nou weet ik dat een van die bewoners daar die kan dammen erg goed dammen dus ik zal morgen wel, als ik die andere vent zie, zal ik hem wat tippen. En tegen hem zeggen we nou, die ene vent die tegenover je zit op de gang, die kan heel goed dammen. Als je hem nou ook kan dammen, dan kan je samen gaan dammen met hem. Dan heb je toch iets te doen. Ja, in die zin dus, hè, dat het wat gaat opleveren in positieve zin. En het kweekt saamhorigheid. Dat voel je nu wel. Dat iedereen zoiets heeft van: nou, we staan er allemaal voor en wat een chaos is het. En, en als het dan zo'n chaos is, dan gelden de, de regels niet meer zo streng. En dan is alles eigenlijk wel eerder goed, want het is al zo'n chaos. Nou, en dat is ook leuk. Ik kwam vandaag niet toe aan het schoonmaken van de woonkamers, de vloeren in de woonkamers. In die ene woonkamer kon ik het een beetje doen en toen vond ik het wel goed. Ik lag hartstikke achter op het tijdschema. Ja, ik moest al die deurklinken ontsmetten. Daar ben je niet zomaar mee klaar. Maar dat je wel goed doen. Niet even voor de vorm met je doekje erlangs. Nee. En dan gaf ik dat ook nog door aan een van mijn collega's, van nou, uh, dit en dat, zus en zo, uh, dat heb ik wel gedaan, dat was de prioriteit. En de vloeren, uh, het kan zijn dat ik uh, niet alles doe, waarop zij zei, nou, je doet je best maar als het belangrijkste maar gebeurd is, en dat is toch wel leuk. En dat de bus zo leeg is, ja, dat vind ik niet erg. kan je lekker ruim zitten. Afgelopen vrijdag zaten we nog hutje-mutje. In de bus. En nu in een ene niet meer. Ik hoorde nog de buschauffeur op de terugreis. Die pakte dan zo'n handig uh, communicatiemicrofoontje, uh, ding. En die zei iets tegen een andere buschauffeur. En die zei: Ja, op de route naar Barneveld wordt er gecontroleerd naar de tunnel. Oh, zei die ander: Bedankt. Ik vraag me af wat voor een controle dat was. Ik denk niet een snelheidscontrole. Maar misschien was het wel een. ...coronacontrole. Is de bus wel goed... ...afgelind? Want je kon dus ook niet meer... ...voor instappen bij de buschauffeur. Bij de voordeur... ...daar hing een A4'tje geplakt ...met een pijl naar links... ...vanwege coronavirus... ...achterin instappen. Nou, dat is niet zo erg... ...daar hangen ook twee van die bliepautomaten... Maar het was altijd wel gezellig om er binnen te komen en gedachten te zeggen tegen de buschauffeur en uh, bliep te doen. Dat, uh, nu kan je wel bliep doen, maar dan moet je dan roepen van goeiemorgen. Het kweekt zo'n afstand. Tja. Nou, dit was mijn maandag met het uh, coronavirus in de gezondheidszorg. <laughs> Als ik morgen dan weer wat te, te melden heb, dan doe ik dat ook. Hè? En dan uh, tot morgen allemaal. In goede gezondheid. Dag lieverds.